Skyline TV-journaal van maandag 8 september met vandaag onder andere vullen of voeden. Vijf dagen model op basisschool De Ieme. In de kantine van UdU 19 werd het project Vullen of Voeden gestart. Dat gebeurde zaterdag door Roald van Hout samen met Wim Scheen. Voor een wedstrijd gezond eten, na een wedstrijd gezond eten. Voor een training, na een training. Uiteindelijk is gezonde voeding gewoon heel belangrijk om een goede prestatie neer te zetten. Dus het is gewoon heel belangrijk dat in kantines ook gewoon gezond eten wordt aangeboden. Zodat iedereen hier heel hard zijn best kan doen. Om ooit betaald voetbal ook te halen. Vullen of voeden is in het leven geroepen om de gezondere voeding aan te bieden in sportkantines. UdU19 is een van de 50 clubs die daarvoor geselecteerd is. Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt basisschool De Ieme in Veghel met het vijf gelijke dagen model. Nou, het vijf gelijke dagen model houdt eigenlijk in, en de naam zegt het al, dat elke dag gelijk is. Elke dag beginnen wij en de kinderen om 8:30 en om 14:00 zijn alle kinderen uit. En dat betekent dus ook dat ze op school hun lunch hebben. Wat brengt het voor voordelen mee voor de nieuwe schooltijden? Nou, voordelen voor het kind, want daar zijn wij in eerste instantie van uitgegaan, is dat de kinderen de hele dag in dezelfde structuur, in hetzelfde ritme zitten, waardoor er een hele duidelijke regelmaat is. En die regelmaat die is voor heel veel kinderen heel erg van belang. En voor docenten ook, ze hebben niet meer dat kinderen terugkomen van de lunch, weer even moeten zakken voordat alles weer in de schoolsfeer is. Maar dat ze gewoon de hele dag met hun kinderen kunnen werken. En zo'n wijziging gaat niet vanzelf. De eerste stap die wij in dit traject gezet hebben, is dat ik aan mijn team gevraagd heb van hoe staan jullie daar tegenover? En op een enkeling dagen later had iedereen zoiets van, wij zien daar meer voordelen dan nadelen in. En dan met name dat ze gewoon de hele dag de kinderen hadden. En wat ze dan zeiden, maar dan zijn wij ook weer om 14:00 klaar. En dan kunnen we dan onze voorbereiding ook heel zorgvuldig gaan doen. Wat zijn reacties van ouders die op de nieuwe schooltijden? Toen we met het voorstel kwamen, toen waren er heel veel vragen vanuit ouders. En zeker vanuit ouders die hun kinderen al langer hier op school hadden. Want die zijn gewoon gewend 8:30 naar school, 12:00 pauze. Dan bleven hun kinderen of op school eten of naar huis. En dan van 1 tot 3 was er weer school. Dus vanuit die ouders die al langer hier zaten, daar kwamen nogal wat vragen over. Vanuit de jongere ouders, die stonden eigenlijk te popelen om te kunnen starten. Het is een verandering geweest, maar met positieve uitwerking. Zoals ik het zie, met een hele positieve uitwerking. En dat heeft ook heel erg te maken met het feit dat de ouders die betrokken waren bij dit traject echt enorm meegewerkt hebben. En dus we hebben het ook echt samen gedaan. En zo voelt het ook, dus dat is heel fijn.